show. Vandaag gaan we echt iets superleuks doen, want we gaan... lage calorieën versus hoge calorieën. En wat bedoel ik daarmee? Meer eten en niet aankomen. Lol! Als je op dieet bent en je hebt weinig calorieën wat je kan eten gedurende de dag, ben je heel zuinig met je calorieën. Dus wat heb ik dan liever? Dat ik veel meer dingen kan eten waar lage calorieën in zitten, dan dat ik twee dingetjes eet waar heel veel calorieën in zitten en waardoor ik eigenlijk in problemen kom gedurende de hele dag. Met mijn calorieën. Een voorbeeld. Honing of stevia. Stevia zit gemiddeld 3 calorieën. Honing in 1 eetlepel zit 100 iets calorieën in. Dus dat is nogal verschil. Als je vaak honing eet, bijvoorbeeld in je yoghurt of in je thee, bouwt dat echt super snel op. Dus vandaag in mijn video heb ik allerlei dingen die je heel veel kan eten, waardoor je niet dik wordt. Dat is het doel. En het is alleen gebaseerd op calorieën. Sommige dingen zijn gezond, sommige dingen zijn iets minder gezond. En sommige dingen zitten wat suiker en sommige dingen niet. Dus be prepared for that. Dus let's start the video met hoeveel calorieën je kan eten en waar je heel veel van kunt eten dan. Let's start. Laten we maar meteen beginnen met deze video. Zoals je ziet heb ik hier 300 gram blauwe bessen. En ik wilde de verschillen laten zien tussen blauwe bessen en dadels. Begrijp me niet verkeerd, ik ben gek op dadels, maar dadels hebben heel veel calorieën. Zoals je hier ziet heb ik blauwe bessen ter waarde van 395 calorieën. En de dadels van 6 stuk zijn bijna ongeveer hetzelfde, bijna 400 calorieën. Oh my god. Besef even, gewoon 760 gram blauwe bessen kan je eten. Dat staat gelijk aan 6 dadels. Echt een verschil. En nu gaan we over naar popcorn. Je kan popcorn in de winkel kopen en je kan popcorn zelf maken. En hier heb ik popcorn met olie. Dat is 425 calorieën per 100 gram. En aan de rechterkant heb ik gewone popcorn die ik zelf heb gemaakt zonder olie. En dat scheelt echt een hele hoop, you guys. Wat we gaan doen is een sausje maken voor op de popcorn. Nou, sausje meer een poederachtige substantie, maar dat maakt niet uit. Het wordt een soort van kazige smaak. Je doet nutrition yeast, want dat lijkt heel erg op kaas, met wat zeezout. En dat maak je heel fijn, doordat je een poeder krijgt zoals dit. En het enige wat je dan nog hoeft te doen, is je popcorn klaar te maken. En je doet gewoon de popcorn in zo'n klein mini bakje. Je doet het in de popcornmachine. Ik heb een nieuwe popcornmachine gekocht, maar dat had ik al in mijn vorige vlog laten zien. En hij doet het. Ik heb de goede stekker ervoor, finally. Maar hij doet het in ieder geval. Ik ben helemaal super blij. En zoals je ziet krijg je dan heerlijke popcornstukjes. En als laatste hoef je alleen nog maar je kruiden eroverheen te doen. En je kan echt van allerlei soorten kruiden erop doen. Maar dit vond ik wel echt super lekker. Begrijp me niet verkeerd, ik ben echt dol op rijst. Maar als ik moet kiezen nu wanneer ik op dieet ben tussen rijst en bloemkoolrijst, ga ik echt wel voor de bloemkoolrijst. Dit is ongeveer hetzelfde hoeveelheid aan dezelfde calorieën wat je binnenkrijgt. Of je kiest voor 400 gram rijst, of je kiest voor 34 gram pandanrijst, wat veel minder is. Dus als je voor de bloemkoolrijst gaat, kan je zoveel meer eten dan een gewone rijst. En waardoor je echt lekker vol zit. Ik zal in het i'tje hierboven zetten een recept wat je met bloemkoolrijst kan doen, want je kan er echt super lekkere nasi van maken. Wie is er nou niet gek op Ben & Jerry ijs? Ik ben echt dol op Ben & Jerry ijs, maar dat ding is zo gevuld met calorieën, dat is niet normaal. Voor 100 gram heb je 290 calorieën en voor zelfgemaakte homemade ijs heb je 143 calorieën, wat toch wel een verschil is, vind ik. Maar nu hoor ik je denken, Mer, hoe maken we die ijs dan? Ik heb het al een keer voorbij laten komen in een video. En ik ga het nu nog een keer met je delen. Omdat ik gewoon wil dat jij ook kan genieten van het gezonde zonder al te veel calorieën. Misschien heb je het wel niet nodig of wel. I don't care. Ik doe het toch. Lekker delen. Wat je gaat doen is kikkererwten in je blender doen. Een beetje vanillearoma. Hup, ook zo erbij. Pindakaas, ik heb die van mij van de pindakaaswinkel. En dan de sportpindakaas, omdat er extra veel eiwitten in zitten. En ja, dat doe je eigenlijk gewoon bij elkaar. Nog een beetje stevia. Ik deed voorheen kokossuiker. Mijn kokossuiker zit ook heel veel calorieën. Dus ik ben even overgestapt op iets minder calorieën. En wat je dan doet, is het heel goed blenden. En dan krijg je deze ijsstructuur. En natuurlijk de chocoladereep van de kruidvat. Ook een proteïnebar, dus het is gepakt. Vult met eiwitten en het is echt super lekker en veel minder calorieën en heel veel eiwitten en ook super yummy. Super super yummy. Ik vind dit echt lekker. Heel vaak voordat ik naar bed ga in plaats van kwark doe ik dan dit en het is echt yummy you guys. En gezonder voor je en beter voor je en sportproof. Try it. En we gaan door met sla. Als je op dieet bent kun je eigenlijk onbeperkt sla eten en onbeperkt groentes. Maar ik hou van dressings.
En nu had ik deze gevonden bij de Action en hij heeft maar 1 calorie per 15 ml. Ze hebben ook verschillende smaken trouwens. Ik deed voorheen olijfolie, maar daar ben ik dus mee gestopt omdat in 1 eetlepel olijfolie ongeveer zo'n 120 calorieën zit. Schrik niet, 120 calorieën. En soms doe ik ook passata over mijn salades. Ik vind dat gewoon lekker. Als je daar niet van houdt, moet je dat niet doen. Maar zoals ik al zei, de sweet chili heeft maar 1 calorie. De passata heeft 5 calorieën en olijfolie heeft 120 calorieën. Dus denk goed na met wat je op je salade doet. Be aware. Een lekkere dikke klont boter op mijn getooste brood. I love it. Maar daar ben ik ook van geschrokken, want daar zit ook best wel veel calorieën in. Zo'n beter alternatief is dus Philadelphia, want daar zitten veel minder calorieën in dan in boter. Als je voor halverine gaat heb je ongeveer 54 calorieën en voor 1 eetlepel Philadelphia heb je 23 calorieën. En als je op een dieet zit van 1400, want ja mensen, ik ben overgestapt naar 1400, dan ben je echt heel zuinig op je calorieën, geloof me. Ik zal het in een vlog uitleggen waarom ik ben overgestapt naar minder calorieën, maar dat is nu niet de video voor, dus let's go on! Voor degenen die mij al langer volgen weten dat ik freaking dol ben op pizza en vooral die van New York. Maar één zo'n stuk pizza is ongeveer 77 gram. Er zitten 6 stuks in. Dus als je een hele pizza opeet heb je 1279 calorieën wat je binnenkrijgt. Ziek veel. En mijn pizza staat bijna gelijk aan 1 stuk. Dus wij gaan nu mijn gezonde pizza maken. Dit is alles wat je nodig hebt. Als je nu een print screen maakt heb je het meteen pap, in je lijst. En we gaan weer voor de Garden Gourmet gegrilde kipstukjes. En wat champignons. Champignons gaan we een beetje upspicen. En ik heb dit keer ook voor spinazie gekozen. Dat had ik de vorige keer niet gedaan, maar nu wel. Ik vind het toch wat machtiger dan. En het vult beter. En zoals ik al zei, we gaan de champignons upspicen. Ik heb hier gerookte paprika poeder. Dat is echt de shit, you guys. Zout en peper. En that's basically it. We doen gewoon wat peper erover, wat zout erover en de paprika poeder. En dat gaan we gewoon heel goed mengen. En als je het gemengd hebt, schrik niet, we gaan dit bakken in water. Dus geen olie, want dat scheelt weer 120 calorieën. Ja, ik heb de volkoren tortilla van de Jumbo trouwens. Dat heb ik nu met passata gesmeerd, I don't know. En daarna doe ik nog wat huttenkees eroverheen. Ben je vegan, kan je deze stap weglaten. Je hoeft geen huttenkees erop te doen. En hier doe ik nog wat spinazie die ik wel fijn snijd, want ik vind het niet lekker om van die grove stukken erin te hebben. En mijn kipstukjes. En dat gaat eigenlijk daarna zo de oven in. Maar eerst gaan we nog mijn champignons maken. En zoals ik al zei, we doen het met water. Het heeft wel iets langer nodig, maar het is ook echt super lekker. En door de gerookte paprika wat je erop doet, krijg je een beetje een barbecue smaak. Dus dat is echt super yummy. Echt yummy, I promise you that. En ik doe nog wat zongedroogde tomaten erop. En als laatste doe ik 10 gram kaas. Nogmaals, als je vegan bent, kan je de kaas gewoon skippen en doe je of gewoon vegan kaas of gewoon helemaal niks. En dat gaan we dan in de oven doen, het op 180 graden voor ongeveer 10 minuutjes. En that's it. En dan heb ik ook nog een salade erbij gemaakt. Dus ik kan 1 pizza op en een salade en dan ben ik nog minder uit in mijn calorieën. Bam! Alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te doen en te abonneren door hier of hier te klikken. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video weer. Hier in het i'tje. Dan ben je nog, kan je nog even verder kijken. Ja? Ja? En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Heb een hele gezegende dag en ik hou van jullie en tot dinsdag!